Nou, hier zit ik dan in mijn nieuwe keuken. Het is leuk dat jullie weer kijken. Ik ben Corrie en ik vertel elke week iets over mijn leven. Kleur, kleding, lifestyle, kringlopen. Maar in dit geval, ja, in een nieuwe keuken. Ja, ik ben er ook echt heel erg blij mee. Ik moet er aan wennen aan de ene kant, maar aan de andere kant, ja, super blij. Want de indeling is helemaal hetzelfde, maar voor de rest, de frontjes zijn allemaal nieuw. Dus ik zal het nu echt uitgebreid laten zien en dat zien jullie mij niet in beeld, maar jullie horen mij wel, want dan ga ik het vertellen hoe het allemaal zo gekomen is. Nou, als je vanuit de gang binnenkomt, dan zie je dus dit. Dus dit is onze keuken en je ziet het ook, een stuk van de tuin kun je zien. Dit is onze tafel met stoelen en aan deze kant dus de keuken. Nou, zoals ik al zei, de indeling is nog precies hetzelfde. Kijk, ik zal het eerst eventjes zo laten zien en dan zal ik het uitgebreid laten zien. Kijk, zo, lades, zo. Het is geen overdreven grote keuken, het is wel echt een woonkeuken. Heel veel mensen hier in de buurt die hebben ook uitgebroken en dat kan ik ook wel begrijpen ergens, maar wij hebben graag een aparte keuken, dus vandaar. Nou, ik zal zo meteen ook een foto bij doen van hoe het was. Kijk, hierboven, even kijken, moet ik natuurlijk goed laten zien. Hè? Natuurlijk hier een grote kast. De oven is vervangen. Ja, die was natuurlijk ook 20 jaar oud. En het is een kleine oven. Het is alleen een oven, geen combi. En hieronder is dus de koelkast. Kijk, en dan heb je hier, ik zal het ook echt laten zien. Heb je hier dus zo'n hoge kast. Ja, dat zal iedereen herkennen. De grote soeppan, de olijfolie die anders nergens in past en de broodrooster. En er komt nog een plankje hierboven, dus het moet nog ingeruimd verder worden. Nou ja, die oven, ik zal hem laten zien. Ach, wie weet, vinden jullie dat leuk om te zien? Kijk, het is echt een stuk kleinere oven dan we hadden, want het was ongeveer twee keer zo groot. Maar ik kook prima, maar ik ben ook geen professionele kok. Dus dit is voor mij eigenlijk helemaal goed, want ik doe nooit twee gerechten tegelijkertijd. Ja, dan is misschien in die 20 jaar één keer voorgekomen. Nou, daar hoef ik dat dus niet voor. Dus vandaar een nieuwe oven. Nou, koelkast, dat snappen jullie natuurlijk. En we hadden dit dus al. We hadden hier ook die lades hadden wij altijd al. Maar dat had een soort houtstructuur erop. En dan een grijs bovenblad. Maar nu hebben we dus witte kastjes en een houten bovenblad. Kijk, laat ik even de lades laten zien. Nou. Die lades kennen jullie natuurlijk, die zien er bij jullie waarschijnlijk net zo uit. Het is nu een beetje opgeruimd, maar ook niet extreem. Maar gewoon bestek en toestanden, ja. Daaronder staan is de pannenlaar. Kijk, want ineens hadden we natuurlijk andere pannen nodig. En je ziet het al, onze twee pannen zijn nog niet gebruikt. Zodra ik ze ga gebruiken, was ik ze af. Maar we hebben andere pannen en een vriendin die zei, je moet de deksels apart doen. Nou, dat heb ik dus ook gedaan. En ik zie dat Pensionado de zeef hier heeft gelegd. Dat was niet de bedoeling, dus die moet er eventjes uit. Maar dit is dus, ik zal hem zo meteen ook nog over de pannen vertellen. We hebben nu een indexiekookplaat en daar ben ik dus ook blij mee. Kijk, ja, zo zet je hem ergens aan. Even kijken of hij het doet. Zo zet je hem wel aan. Kijk, je ziet het. Dus drie vakjes die je daar ziet en plus één groot vak waar je iets op kunt zetten. En dan kun je het zo bedienen eigenlijk zo. Als je zo doet, kun je het zo bedienen. En daar ben ik echt heel blij mee. Maar ik moet er nog echt ook aan wennen, eventjes uitzetten. Ik moet er nog aan wennen. Nou, zo meteen vertel ik ook nog over de fluitketel. Niet dat daar veel over te vertellen valt, maar oké. Nou, hieronder zit dus gewoon de vaatwasser. Die was er ook altijd. Hier hebben we zo'n lade, grote lade die je natuurlijk onder een wasbak hebt. En nu is hij vrij leeg. Hij stond vol met potjes met kruiden. Allemaal over de datum natuurlijk. Hier staat het afwasmiddel en wasmiddel, handenwasmiddel en zo. Dat soort dingen. De zout, zo'n beetje van dat spul wat je gewoon nodig hebt. En je zag het al, hieronder is een lade. En daar staat dus de borden in. Ja, die borden heb ik ooit een keer gekocht. En toen was ik er weg van. Ik weet niet of ik het nu nog zou doen, maar oké, toen was ik er helemaal weg van. En er staat zo'n soort Ajax-fles, omdat die nergens anders kon. En hier hebben we nog een klein extra kastje. Daar staat gewoon de koffiedingetjes staan hierin. Even kijken. Kijk, koffiedingetjes en beschuiten zo. Dat staat hier allemaal in. En hier bovenop natuurlijk de Senseo. De fruitschaal of de fruitbak zo'n beetje en nou ja, de schaaltjes van koffiemelk en zo is het. Nou,
Boven was het altijd anders. We hadden altijd twee bovenkastjes die je dan naar je toe trok. Maar dat systeem werkte ook niet goed eigenlijk, of dat was ook versleten. Dus nu hebben we zulke kastjes. Kijk, en hier staan dus de bekers, handdoeken en de theedoeken. En de tafellakens staan hier. En aan deze kant een beetje glaswerk. Er zit nogal wat in de afwasmachine. Plastic spullen en nog wat grote plastic spulletjes. Even kijken, maak ik er nog dicht. Ja, jullie zullen soms dingen van de kringloop herkennen, ook met zijn viesgoed. En hier hoort dus de zeef bij en wat bakspullen, zo van dat soort spullen die je eigenlijk nergens anders goed kwijt kunt. Die staan dus hierin. Nou, en dan zal ik, kijk, en een andere wasbak, ook een hele grote wasbak. En eigenlijk is die best wel groot voor onze keuken, want je ziet wel echt veel aangerecht heb ik niet. Maar ik doe het ermee en tot nu toe gaat dat gewoon, ja, moet je een beetje aanpassen. Hè? Dus zo ziet het er nu uit. Zal ik het ook nog even van de andere kant laten zien. Vanaf de tuinkant laat ik het nog even zien. Even kijken. Kijk, nou, je ziet het even nog liggen natuurlijk, maar zo ziet het er. Zo ziet het er bij ons uit. Ik ben er ook echt blij mee. Ik ben er ook echt blij mee. Er gaat nog van alles gebeuren. Even de deur dicht. Er gaat nog van alles gebeuren. Want de muur hier is nu heel lichtgrijs. Maar dat wordt een andere kleur. Kijk, je ziet het aan de hoeken, kun je het zien. En die lamp, die is 20 jaar oud. En daar ben ik ook niet meer zo heel blij mee. Maar de gordijnenkleur, die vind ik erg mooi. Dus waarschijnlijk ga ik daar iets mee doen. Maar nu zal ik iets vertellen over... Wacht even, dat ga ik even zo doen. Ja, ik weet dat ik het bij een ander altijd heel leuk vind om dit soort informatie te zien. Dus daarom vertel ik het eigenlijk niet dat ik het zo belangrijk vind of mijn mening belangrijk is. Maar en ik had natuurlijk andere pannen nodig, want ik was gewend om op gas te koken. En dat ging dus niet meer door. Dus nu heb ik... En dit is mijn derde pannenset sinds dat wij getrouwd zijn. Dus het mocht. Ik heb op aanraden van mijn zus, want die heeft ook nog niet zo heel lang inductie, heb ik BK-pannen gekocht met zo'n glazen deksel. Koninkamp, zo heet ze. Ja, deze moet nog afgewassen worden, maar zo nieuw is het allemaal nog. Hè? En ik heb zo'n pannenset gekocht waar ook zo'n grote steelpan bij zit. Dat is ook wel heel handig, omdat er ook een deksel bij zit. En ik heb... hele goede bakpannen eigenlijk gekocht. En deze zijn van de Meijeren. Die zijn net zo duur als een hele pannenset, hè, eerlijk gezegd. Maar dat is wel dat er geen teeval in zit. Want het schijnt dat teeval zo slecht voor je is. Als dat kapot gaat tenminste, dan is het slecht voor je. Dus ik dacht van nou, dan koop ik nu gelijk goede pannen. Dus die heb ik ook gekocht. Ik heb er zo eentje. En nog eentje iets hogere met een deksel. Die heb ik ook gekocht. Ja, daar ben je toch bezig. En... ik heb een fluitkettel gekocht voor inductie. Ik dacht dat dit ook een BK was, maar helemaal zeker weten doe ik het niet. Zie je, is dit in ieder geval nergens? Nee, het is geen BK. Habone. Nou oké, dus spreek je vast niet zo uit, maar dat is eigenlijk wat ik gekocht heb aan pannen, aan potten en pannen. Nou, nu zit ik weer even hier aan tafel, anders is het zo onrustig al dat beweeg, denk ik dan. Hè? Maar wat we dus gedaan hebben, is dat... die kast waar dus de koelkast en de oven en zo zit, dat is een hele nieuwe kast geworden. Want aan de zijkant zat grijs. En die bovenkastjes die jullie daar zien, die zijn ook helemaal nieuw. Omdat die ook iets hoger en iets breder zijn geworden. En de onderkastjes zijn alleen de frontjes van vervangen. En er zit dus een inductieplaat en een nieuwe wasbak zit erin, maar dat kan schijnbaar niet anders. Maar de oude kraan zit er ook gewoon nog op en zo. Dus zo hebben wij onze nieuwe keuken gedaan. Maar dat wordt dus in twee stukken, want over een paar weken dan komt de schilder, die komt het schilderen. En eigenlijk wordt alles bijna wit, behalve de grijze muur, die krijgt een andere kleur. En ik wil ook nog iets versiering, zeg maar, keukenversiering, wil ik dan ook nog doen. Dus dat is mijn keukenverhaal van deze week. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik heb nog wel wat anders te vertellen. Dat vertel ik dan ook maar even aan de keukentafel. In dit geval, ik had... vorige week was ik met mijn kringloopvriendin, die ook stylist is, hebben we gekeken naar mijn hele kledingkast. En zo van,
Ik heb haar gevraagd om setjes te maken zoals zij het ziet. Want ik kan prima setjes maken, maar zij maakt andere dan ik. Want ze ziet het anders en ze kijkt met een frisse blik naar. Dat doe ik ook heel dikwijls bij haar, dat soort dingen. Dus ik laat jullie nu zien wat ik dus met mijn bestaande kledingkast, wat bijna allemaal kringlopen is, echt heel veel, wat ik daar voor herfst-wintersetjes voor gemaakt heb. En ik had haar gevraagd om... mijn dochter is jarig, mijn zoon is jarig dit najaar. Het is natuurlijk Sinterklaas, het is kerst. En ik ga een keer lesgeven bij de opleiding die ik eerst had en die Victorine heeft. Ga ik een keer lesgeven. Ik wil wel een keer gaan lunchen met een vriendin. Onze trouwdag is over een paar weken en dan gaan we ook altijd uit eten. Maar voor al die gelegenheden wilde ik wel een setje hebben. En dan wilde ik het graag compleet. Dus met jas, tas, handschoenen, alles erop en eraan. Nou, die setjes die ga ik jullie dus laten zien. Dus het zijn ongeveer 9 of 10 setjes. En ik heb er nog veel meer op. Maar dan laat ik het, zeg ik erbij waarvoor het is en hoeveel het ongeveer gekost heeft. En nou ja, zoiets. Dat ga ik jullie dus laten zien. Dus met wat ik met al die spullen, wat ik daar allemaal mee doe. Want ik draag het allemaal. Echt, anders gaat het gewoon weg. Nou ja, dat was mijn verhaal van deze week. Donderdag is er natuurlijk weer een nieuwe verhaal aan de keukentafel voor de mensen die het leuk vinden. En voor de mensen die het niet leuk vinden, gewoon niet kijken. Dat is nergens goed voor, hoeft ook helemaal niet. Alle nieuwe abonnees, heel super bedankt. Welkom. En ik hoop dat jullie het leuk blijven vinden. Ik ben dus druk bezig met de metamorfose van het huis. Met net een beetje upgraden. Is ook wel een beetje nodig, eerlijk gezegd. En dat laat ik jullie, neem ik jullie in mee. En vooral in heel veel kringlopen en heel veel kleur en kleding. Veel te leuk. Ik wens jullie een hele goede week. Gezond blijven. En ik zie jullie graag volgende week weer terug. Dag!